superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. En zoals gewoonlijk heb ik weer een shoplog voor jullie. Het zal weer niet zo zijn. Maar dit keer heb ik een shoplog met verschillende winkels. Normaal gesproken doe ik vaak een shoplog van één winkel. Maar ik heb hier en daar wat geshopt. Dus ik ben heel erg blij met alle dingen. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn nieuwste aankopen, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Oké, dat was het standaard praatje. Laten we nu beginnen met de items. Ik denk dat we gaan beginnen met iets waar ik misschien het allermeest excited over ben. Namelijk, ik heb nieuwe brillen. Misschien wisten jullie dit al, maar ik had vorig jaar al een samenwerking met Specsavers. Wat echt een van mijn droomsamenwerkingen is. Want ik ben echt al jaren vaste klant bij hun. Sinds dat ik een bril draag. En dat is sinds groep 7 haal ik altijd mijn brillen daar. Dus dit is echt een droom die uitkomt. En ik kan nu weer zeggen dat ik een samenwerking met ze heb. Dus ik ben daar super blij om. En ik heb twee brillen mogen uitkiezen. En die heb ik hier. Ik heb één zonnebril en één bril op sterkte. Ze zijn allebei van het merk Marc Jacobs. Kunnen we het er even over hebben hoe mooi deze brillendozen zijn. Ze zijn heel clean wit en hier, ik weet niet of het op de camera te zien is, maar je ziet heel subtiel de merknaam staan. En ik heb hem ook al een aantal keer gedragen en ik ben er zo obsessed mee. Hij is van de 70s look. Specsavers heeft op dit moment een aantal brillen geselecteerd die een beetje in de jaren 70 stijl passen. Zoals van die grote monturen en ik vind deze best wel vet. Het is ook heel erg leuk voor de zomer en ik hou van grote zonnebrillen. Oké, en dan gaan we over naar de normale bril. Dus gewoon de bril op sterkte. Dit is het montuur. Ik zie op dit moment heel erg wazig, want ik heb mijn lenzen in. Hij heeft ook best wel een groot montuur. Ook een beetje jaren 70 look. Ik moet er eventjes aan wennen. Maar ik vind hem heel erg leuk. Ik hou wel van die grove monturen. Dus dit zijn mijn twee nieuwe brillen van Marc Jacobs die van de Specsavers komen. Laat me trouwens weten of jij ook een brillendrager bent. Zo ja, wat voor soort bril heb je dan? En als je geen brillendrager bent, laat me dan weten wat voor soort zonnebril jij hebt. Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Dan het shirt wat ik aan heb, heb ik ook nieuw. Deze komt van Pull&Bear en het is een maat L. Ik heb hem oversized gehaald. En ik vind hem zo ontzettend leuk. Ik ben sowieso al een hele grote Disney fan. Alles met Disney is sowieso een goed teken. En deze vond ik wel wat toffer. Omdat Mickey niet zomaar erop staat. Hij ligt in een bootje. In een tropische omgeving. Met allemaal palmbomen. En mocht ik toevallig heel veel van planten houden. Dus ik vond het wel een shirt voor mij. En deze was 13 euro. Dan heb ik bij de Bershka 3 items gehaald. Ja, 3. Weer t-shirts. Ik ben echt in mijn t-shirt bui. Deze heb ik ook in de maat L. Ik hou er wel van als t-shirts wat losser vallen. Helemaal als het wat warmer weer wordt, dan ja, kan het lekker luchten. En er staat een tekst op met nothing changes. If nothing changes, nothing changes. Oh wow. Dit is een soort van tongue twister. Nothing changes. If nothing changes, nothing changes. Ik ga het niet eens proberen. Het heeft een tekst en het is cute. En deze was 5,99. Dus dat is best wel cheap voor een t-shirt. Dan hebben we nog een ander wit shirt. Ik ben wel echt van de basic kleuren hoor. Want dan past dat wel overal bij. Dit is ook in een maat L. Dus hij valt ook wat oversizeder. En ik vond de tekst hiervan ook heel leuk vormgegeven. Het staat attached. Ja, meer heb ik er niet over te zeggen. Gewoon een simpel wit shirt met een subtiele tekst. En deze was ook 5,99. Dan heb ik weer iets wits. Ik ben helemaal into de wit de laatste tijd. Want het is lekker, ja, oogt lekker luchtig. En trekt ook niet zoveel warmte aan. Dus dat is heel fijn. Ik heb een witte broek gehaald. En hij komt echt letterlijk net uit de was. Want ik kon niet wachten om hem te dragen. Dus ik heb er gelijk gebruik van gemaakt. Hij was 19,99. Dus dat is best wel, ja, ook weer aan de goedkope kant. Het is een mom jeans. En hij zit heel erg comfortabel, moet ik je zeggen. Ik heb deze broek in een maat 40. En dat klinkt misschien heel erg groot als je heel erg naar de maten gaat kijken. Maar ik merk dat broeken gewoon op de een of andere manier heel gek kunnen vallen. Of dat het niet heel erg goed op mijn figuur aansluit. En de maat 38 paste ik ook wel. Bij mijn benen zat hij goed. Alleen ik kon hem niet bij mijn buik dicht doen. Als je net zoals ik een hele grote struggle hebt met broeken,
probeer gewoon verschillende maten en verschillende modellen uit. Ik begon altijd met maat 36 en op een gegeven moment paste ik niet meer in 36. Was 38 ook soms een beetje te klein. En dan moest ik wel naar 40, maar dat is gewoon meer omdat het mooi zit. Dus shop niet voor je maat. Maar shop gewoon voor de pasvorm. En een maat is maar een maat. Dan heb ik ook een aantal make-upjes bij de Kruidvat gehaald. We hebben hier een foundation van Rimmel London. Dit is de Match Perfection. En ik heb deze foundation al een aantal keren gebruikt. Ik heb hem nu ook op. En wat ik er zo fijn aan vind is dat die SPF 20 bevat. En hij dekt ook goed. Ik hou niet van zeg maar een hele dekkende foundation dat die mega cakey is. Maar deze is precies perfect voor mij. Moet je wel zeggen dat de kleur ietsjes te donker voor me is. Ik had ook wel een lichtere kunnen nemen. Dit is soft beige, maar je ziet geen gekke kleurverschil. Dus dat valt mee. En voor de rest vind ik hem gewoon, ja, super chill. En dan heb ik mijn favoriete concealer ooit gehaald. Dit is de Instant Anti-Age Eraser Concealer van Maybelline. Ik heb deze ook al eerder gehad en ik vind deze gewoon super chill. Ik heb de lichtste kleur volgens mij. Dit is de kleur Light. Ik hoop dat hij niet te licht is. Ik weet niet wat ik de vorige keer had gehaald. Dan heb ik twee lipproducten. Als eerst deze van Essence. Dit is een Shine Shine Wet Look Gloss. Ik zocht eigenlijk de transparante, maar die was niet meer in het schap te vinden. Dus ik heb maar deze licht roze. En normaal gesproken ben ik niet echt een lipglossdrager. Maar het is wel een hele subtiele gloss. Ik gebruik er dan ook niet veel te veel van. Want dan ben ik bang dat het glossy lijkt. Ja. Voor een subtiele gloss vind ik hem wel heel erg fijn. Dan heb ik nog een andere gloss. En deze is ook van Essence. Dit is de Cuddly Cushion Gloss. In de smaakgeur variant boter. En ik heb deze nog nooit eerder gehad. Dus ik ben benieuwd of hij chill is. Ik weet niet of het te zien is, maar er komt een substantie uit. Ja, dit is ook een hele fijne gloss. Heel subtiel. En niet zo plakkerig. Deze raad ik je ook aan. Dan hebben we nog een product van Essence. Ik ben helemaal losgegaan bij het Essence-schap. Vroeger kocht ik ook mega veel items van Essence. En nu nog steeds blijkbaar. We hebben hier de Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. Dus dit is voor je wenkbrauwen bedoeld. Ik ben er best wel benieuwd naar. Ik teken iedere keer mijn wenkbrauwen bij. Dus ik ben wel benieuwd of dit überhaupt werkt. Ja. Nou ja, dit ga ik maar binnenkort proberen. Dan heb ik iets waar ik heel erg excited over ben. Ik had nog nieuwe laarsjes nodig. Want ik heb al andere laarsjes, maar die beginnen langzamerhand stuk te gaan. En ik had bij Nelson deze leuke leren laarsjes gehaald. Ja, het paar wat ik nu heb lijkt hier heel erg op, maar is niet van echt leer. En ik wilde heel graag investeren in een goed paar. Deze waren €119. Maar ik kreeg studentenkorting van 15%. Dus dat is zeker mooi meegenomen. We hebben hier de leuke laarsjes. En natuurlijk hebben we ook de andere. En ik vind zulke laarsjes echt heel erg chill. Want die passen echt bij mega veel outfits. Bij flared pants. Bij jurkjes. Bij jeans. Ik vind het echt een must-have item. Wat je gewoon, ja, moet hebben. Ik ben hier heel erg blij mee. En dan als laatste ben ik ook nog naar de Action geweest. En daar heb ik ook weer een aantal leuke dingetjes weten te scoren. We hebben hier een Aroma Diffuser in de geur Cherry Blossom. En hij is huge. Hij is echt mega groot. Dus hier doe je ook heel erg lang mee. Er zit 350 milliliter in. En ik hoop dat hij een beetje lekker ruikt. Ik kan het eigenlijk niet zo goed ruiken op dit moment. Dus ik ga hem even uit de verpakking halen. Ja, ik vind hem wel lekker inderdaad. Hij kan ook heel erg leuk hier op mijn bureau staan of in de woonkamer. Ik denk dat ik hem in de woonkamer ga neerzetten. Dat was zeg maar mijn idee ervoor. Ik vind het zo schattig met dat strikje. Dan heb ik een heel schattig spiegeltje. Ik weet niet of het echt een nut van een spiegel heeft, want je ziet allemaal streepjes. Maar het idee vond ik wel heel erg cute. Het is dus een blad, zoals je kan zien. En dat past ook wel een beetje in mijn stijltje wat ik hier in mijn kamer heb. En ze hadden ook nog andere varianten en ook nog kleurrijke vormpjes. Maar zwart sprak me het meest aan. Dan zag ik iets waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. Sowieso ben ik een heel groot fan van maskers. Ik gebruik echt, ja, op wekelijkse basis wel een gezichtmasker. En dit is een nagelriemmasker. En mocht ik toevallig hele droge handen en nagelriemen hebben, ik mag ze echt best wel
vaker gaan verzorgen. Maar wie weet dat dit echt een uitvinding van de eeuw is of whatever. En dat dit mijn nagels wat verzorgender maakt. Dan hebben we iets saais, maar wat ik wel nodig moest hebben. Ik heb schermesjes gehaald. En mijn laatste aankoop is misschien ook wel mijn favoriete action aankoop geweest. Ik heb een alpaca. Nou ja, het is een kaars in de vorm van een alpaca. Ik vind hem echt te adorable. Ze hadden hem ook in het zwart. Maar ik vond wit ook wel heel erg cute. Oké, zo zie je hem beter in plaats van dat je hem op een witte achtergrond ziet. Ik denk niet dat ik hem ga opbranden, want dan vind ik hem te zonde voor. Maar ik vind hem zo schattig. Nu ga ik twijfelen of dit nou een lama of een alpaca is. Zeg maar, als ik ze in het echt zie, kan ik het onderscheid goed maken. Ik zou eerder denken dat dit een lama is. Maar weet je, of het nou een lama of een alpaca is, ik vind ze allebei heel erg leuk. Ja, dat was dan mijn shopvlog. Ik ben benieuwd wat jullie van mijn nieuwe aankoopjes vinden. Laat me vooral weten wat jouw favoriete item uit deze shopvlog was. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En check ook nog even deze twee andere video's die je naast me kan zien. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!